teksten van vrijdag 24 mei 2024 zijn gehaald uit Josua 24 vers 16. Het zij verre van ons de Heere te verlaten. Het zij verre van ons de Heere te verlaten. Josua 24 vers 16. Het leerwoord is gehaald uit Johannes 6 vers 68. Simon Petrus antwoordde, Heere, tot wie zullen wij heen gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven. Simon Petrus antwoordde, Heere, tot wie zullen wij heen gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven. Johannes 6, vers 68. Abba Vader, bij u komen wij op dit moment, deze laatste werkdag van de week, waar u ons weer gewekt heeft, waar wij ook weer met frisse moed mogen beginnen, omdat wij een trouwe Heer hebben die op ons wacht. Ik verlaat mijn Jezus niet. Ik heb aan Hem mijn heil te danken. Kom, verhef u jubellied. Roemt zijn liefde, reine klanken, het hopend oog op Hem gericht. Maak de zwaarste rampen licht. Inderdaad, Vader, met u kunnen we alles aan als we bij u blijven. Dank u wel voor deze mooie woorden. U heeft ons uitgekozen. Alle heil, alles wat we hebben, komt van u. De geborgenheid, de redding, de bevrijding. Alles wat we hebben, die veiligheid. U bent onze redder, verlosser, bevrijder. En het antwoord op alle vragen die wij hebben. Elke twijfel die we hebben, kunnen we bij u brengen. En u verlicht ons. Daarom komen we bij u op dit moment. Met onze familieleden, met onze geliefden, met collega's, de man van de straat. Elke gelovige brengen we ook bij u. Overal op de wereld waar men zoekende is. Maar ook degenen die u nog niet kennen. Degenen die zich van u hebben afgekeerd. Degenen die christenen haten. Ook hun brengen we bij u. Raak harten aan, o Heilige Geest. U kan gaan waar wij niet kunnen gaan. In oorlogsgebieden. Waar er rampen zijn. Waar er onderdrukking is. Waar er angst is. Heer, waar er verdriet is. Waar er zieken zijn. Waar er zwervers zijn, waar er senioren burgers zijn die moeite hebben om voor te gaan, o Heer, om zelfstandig te wonen, die niet blij zijn met de behandeling die ze krijgen. Vader, ik breng ze allemaal bij u, maar ik breng ook de jarigen en vierenden bij u. Ik breng een ieder bij u die een traumatische ervaring heeft opgelopen. Ik denk bijvoorbeeld, Heer, aan de kinderen van het kindertehuis, dat is afgebrand een paar weken geleden. Ik denk aan ouders die tranen laten om ziekte van hun kinderen of kinderen die ze verloren hebben, geliefden die ze hebben moeten afstaan. Zo breng ik bij u een ieder die zich zorgen maakt over hun gezondheidstoestand, over de behandelingen die ze moeten ondergaan, dat u hen aanraakt, dat ze dat mogen weten en mogen voelen dat u er bent om elke zorg bij hun weg te nemen. Om hen te zegenen, om hen te salven. Om hen in uw machtige armen te houden. Elk een van ons, we mogen u bedanken. En zo willen we gaan en staan met u deze dag. En we willen een ieder begroeten, een ieder aanraken door uw geest te vragen om daar te zijn. Dat wij het licht uitstralen. Gaat u zo met ons, o Heer. En neemt u ons in uw machtige armen. In de naam van Koning Jezus. Amen, ja, amen.